Deze beschouwing over het eeuwige leven, die wil ik al een paar dagen maken. Ik heb hem ook voorbereid in die zin, ik heb wat bijbelteksten erbij gepakt. En ik wil jullie gaan uitleggen wat de achterliggende onderbouwing is bij het begrip het eeuwige leven. Dat is namelijk iets logisch. Het is logisch dat het niet onmogelijk is. En het is logisch dat het aannemelijk is. Zoiets gaat het worden. Maar voordat ik dan helemaal van start ga, maak ik even heel kort een reclame voor mijn kanaal. Ik heb nu 61 abonnees, van de week eentje bijgekregen. Erg leuk. Maar dat mogen er wat meer worden. Dus ben je nog geen abonnee? Word abonnee. Waarom niet? En als je die stap te groot vindt, of je bent al abonnee, doe een like. Dat vind ik leuk. Gewoon zo'n duimpje. Als je het een beetje leuk vindt, is dat goed genoeg. Dan doe je, ik vind het wel een beetje leuk. Dan doe je een like. Toch? Klaar. En helemaal super is als je een share doet naar YouTube. YouTube kan je op sharen als je zelf een kanaal hebt. En een kanaal kan je zelf maken. En je kan ook sharen op Facebook en op Twitter. Maar moet je even kijken. Dat zal ook voor jou misschien weer anders zijn. Ligt eraan wat voor kanalen jij verder nog hebt op social media. Maar ik vind het super tof als je me shared. En ik kan dat ook zien. Hè? Dus ik heb ik heb dus een kanaal. En dan kan ik bij Analytics of zoiets. Dan kan ik zien hoe vaak er geshared is. Dat tikt ook aan. Hoor. En als ik nu even kijk, want het gaat helemaal niet slecht met mijn kanaal. Dus, even kijken waar ik hier. Als ik nu ga naar mijn Analytics. En de afgelopen 4 weken heb ik 16.000 minuten is er naar gekeken. In totaal dan. Hè? Dat is toch heel behoorlijk. En in totaal hebben er ongeveer 1000 mensen geklikt. Dus die mensen hebben meer dan een kwartier gekeken. Gemiddeld. Is toch heel wat. En de afgelopen 2 dagen 70 mensen. Dus dat is 35 per dag. Vind ik ook heel mooi. Dus met mijn kanaal gaat het prima. Kan ik nu hier ook die shares zien staan? Hebben ze weer veranderd? Kijken we in een dashboard of zo? Ik weet zeker dat ik dat kan zien hoor. Aantal shares. Het doet er ook niet zo heel veel toe, toch? Even naar de video's, maar daar zie ik niet staan. En dan bij de comments, die denk ik ook niet staan. Denk ik. Nee, maar ik kan het zien. Ik weet zeker dat ik het gezien heb. Dan denk ik, wat leuk. Mensen doen sharen. Dat is wel tof, hè? Wacht even, Seymour, zie je dan? En dan haal ik hem mee op, hoor. ik kan het zo snel niet vinden. Ik zal wel voorbereiden voor de volgende keer. Maar een share is leuk en een reactie vind ik ook leuk. En daar reageer ik zo goed als altijd op. Ik krijg minimaal een like. Want ik vind het leuk als je reageert, als je een reactie geeft. Gewoon een stukje tekst. Ik heb ook een keer iemand gehad en die zei alleen maar hoi. En ik zo terug even, hoi wat? Ja, zei die persoon. Ik zie alsmaar geen reacties op die video's. Ik denk, wat is er toch stil op dat kanaal van Perry? Dus ik zeg een keer hoi.
Nou, dat vind ik ook leuk. Tuurlijk vind ik dat leuk. We gaan het hebben over het eeuwige leven. Kijk, het lijkt een contradictie in termen. Het lijkt dus een contradictie. Omdat dat wat wij als leven zien, wanneer we kijken, hè, dan zien wij leven. Een baksteen bijvoorbeeld, die leeft niet. Maar een mier wel. Of een mug. Of jij. Of ik. En alles wat wij zien als leven, dat gaat eraan. Er geldt in zekere zin ook voor de niet levende dingen. Want een baksteen, die slijt. Ik heb een tijdje gewerkt, als ambulant kwam ik er af en toe, op een school. Het was een oud gebouw. En in dat gebouw was een marmeren trap. En die trap die was helemaal ingesleten. Echt. Die treden dan, hè? Al die kindervoetjes die daar 5 keer per week gingen, die kindervoetjes naar boven en naar beneden. En weer naar boven en weer naar beneden. En, ja, en dat jarenlang, door het hele gebouw zag de puik uit. Maar die treden van die trap, die waren helemaal hol. Dus een heel stuk van die trap was al niet meer trap. En ik weet niet wat er met die trap momenteel is. Want ja, uiteindelijk zullen ze die trap er wel uithalen, mag ik aannemen. Maar ook een baksteen of een gebouw of mooie kleren of kleren die niet eens zo mooi zijn. Of zeg maar, je stofzuiger. Ja, alles slijt, hè. En bij het leven is dat ook zo. Iedereen gaat dood. Zelfs Methusalem, hè, die is 900 jaar geworden, dacht ik. Zelfs die. Ik schenk even een kopje thee in, hoor. Moet jij ook maar doen. Want we nemen er de tijd voor. Hè? Geen haast, het is een beschouwing. En de beschouwing gaat over het allerbelangrijkste wat er is, namelijk het eeuwige leven. Want voor de rest is het niet tof. En mensen die daar niet van zijn, hè, van dat onderscheid tussen het eeuwige leven en het niet-eeuwige leven, die rood en onzin, die kunnen zelfs boos worden over het feit dat je zegt dat het niet-eeuwige leven, dat het niet tof is. Ja, jij een beetje oordelen over mij. Nou, het is geen oordeel over die mensen. Het leven dat niet eeuwig is, is niet tof. Het leven dat eeuwig is, dat is een plek van vrede. Het is een plek van rust. Ik heb wat teksten erbij gepakt. Die gaan over het eeuwige leven. En die ga ik gewoon lekker voorlezen. Die zijn wel in het Engels. Ik heb het van een website en die heet Daily Verses. .net. Dagelijkse versen. We kijken hier een uit 2 Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 18. Dat is de tweede brief, ik denk van Paulus. Ik pak even mijn Bijbel erbij. Ik gok Paulus. Dus 11:29.
Leuk hè, zo'n ouderwets boek moet je bladeren. Daar kan ook een website erbij pakken. En dan kan je het in één keer zo. Bloep, bloep, bloep. Maar nogmaals, we hebben geen haast. Het gaat over het eeuwige leven. Ja, het is de tweede zendbrief van den apostel Paulus aan die van Korinthe. Ja, dat is een mooie. En daar staat dus, nou heb ik toch die Nederlandse erbij. Hoofdstuk 4. En dan vers 18. Even de microfoon bijstellen. Hier staat op in het Nederlands. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Ja, dat is precies het. En dit is een conclusie van dat hoofdstuk 4. Natuurlijk. Ja, sorry, dat weet je niet, maar het is de laatste vers van hoofdstuk 4 en dan begint hoofdstuk 5. Dus eigenlijk moet je heel hoofdstuk 4 oplezen. Maar dat doe ik nu niet. Het gaat me even om dat punt van het eeuwige leven. Snap je? En dat heeft dan te maken... dewijl, dus terwijl... wij niet aanmerken de dingen die men ziet... maar de dingen die men niet ziet. En dan is dat die wij, dat zijn de gelovigen. Dus wij kijken niet naar de dingen waar iedereen naar kijkt. Maar wij kijken naar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die iedereen ziet, die zijn tijdelijk. Maar de dingen die iedereen niet ziet, die men niet ziet, zijn eeuwig. Kijk, het beginsel van dit soort dingen over het eeuwige leven, bijvoorbeeld, hè? Dat is, als je daar een studie van maakt, en dat doe ik dan nu, hè? Dus ik ben er nu mee bezig, samen met jullie, en jullie denken er ook over na. Dat is geen empirische studie. Hè? Je kan zeggen, dokter Frankenstein... Dat karakter uit die roman van Shelley, heette ze. Dat was toch een vrouw, of niet? Het is trouwens een allegorie. By the way. Die roman van Shelley. Die van die vrouw. Daar gaat ergens over. Het gaat over een historisch feit. Dat hoorde ik van de week. Maar goed, die dokter Frankenstein, die creëert dan even een tweede wezen. Hè? Het monster van Frankenstein. Iedereen, wat eng. Ja. En op die manier heb je dan te maken met het eeuwige leven, omdat je dat zelf zo even doet, als dokter Frankenstein. Hè? En stel je zou een computer maken en die zou leven, hè, dan heb je hetzelfde idee. Maar ja, wat dokter Frankenstein gedaan heeft, ja, dat kan in het echt helemaal niet. En computers kunnen nog steeds niet denken. Op zijn Frans, ik houd helemaal niet van Frans, maar op zijn Frans zeggen ze tegen een computer, zeggen ze ordinateur. En dat is ook precies wat het zijn. In die zin is het Frans ja, dan toch iets positiefs aan Frans. Een computer is een rekenmachine. Een ordinateur betekent rekenmachine. Rekenaar, denk ik letterlijk.
Een computer kan rekenen, verbazingwekkend goed. Sorteren kan een computer goed en nou, noem wat meer dingen. Maar een computer kan niet nadenken. Anyway, als we het hebben over het eeuwige leven, dan kunnen we niet een studie maken zoals dokter Frankenstein dat gedaan heeft. Of dat wij een AI-lab gaan beginnen. En dan zo eeuwig leven gaan creëren. Dat gaat niet. Je kan er wel heel veel geld aan uit gaan geven aan zoiets. Maar niemand is ermee bezig. En de reden dat niemand ermee bezig is, is omdat men heus wel snapt dat het helemaal niet gaat. Op mijn werk, op een paar locaties, daar hebben ze een robotstofzuiger. En dat ding is dan artificieel intelligent, want die kan zelf stofzuigen. Ja. Dat ding is zo groot als een pannenkoek. Het is ook rond. En er zitten een paar knoppen op. Het is wel een handig ding. Maar die doet 20 minuten over een stukje gang wat ik in 3 minuten schoon heb. Want ik zie waar de vuiltjes liggen en ja. En ik kan met mijn stofzuigermond, ja, van mijn stofzuiger dus, kan ik even in de hoekjes. Dat doet dat ding niet. Ik kan niet in de hoekjes. Dat is zo'n vorm van een pizza, dus. Ja, hoe moet hij in de hoekjes komen? En dat is dan artificiële intelligentie. Ja, verder komt het ook niet. Dus als je het hebt over het eeuwige leven, dan is het enige instrument dat je hebt, omdat je geen experiment hebt, geen empirie in die zin, het enige dat je hebt. Dat is het woord. Nou, en de Bijbel, dat is alleen maar woord. Dus in de Bijbel kan dus gesproken worden over het eeuwige leven, omdat ook het woord het enige is waarin je het kan hebben over het eeuwige leven. En niet in het experiment. Los van het feit dat. Als je het al voor elkaar krijgt om een monster van Frankenstein te maken, ja, hoe weet je nou dat hij eeuwig leeft? Lastig. Ja, toch? Ja. Want eeuwig is heel erg lang. He, dan moeten ze het monster van Frankenstein, moet dokter Frankenstein overleven. En het moet ook alle generaties daarna hebben overleefd. En dan kijk je nu naar het monster van Frankenstein, dat nog steeds in leven is. En dan is de vraag, zal die eeuwig leven? Want dat weet je dan nog steeds niet. Je weet dan alleen maar van, nou, hij heeft sinds de 18e eeuw of zo was dat, hè? 19e eeuw. Met die mevrouw die dat boek schreef. Dus je weet niet of dat eeuwig is. Nee, mooie zuivere beschouwing. We houden het echt eventjes heel netjes. Dus alles wat je ziet, hè, terug naar de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Hoofdstuk 4 en de laatste vers. Waarin we dus niet, waarin Paulus zegt van, ja, wij kijken niet naar de zichtbare dingen, maar we kijken naar de dingen die je niet kan zien. Wij, de gelovigen. En waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft ermee te maken dat deze fysieke wereld, dat die veroorzaakt wordt door iets. En dat is niet fysiek. Dat is niet zichtbaar.
dat dit zo is, dat is aangetoond aan het einde van de 18e eeuw door Immanuel Kant. Maar men wist het al heel lang. Ik bedoel, 2 Korintiërs, die tweede brief van Paulus, die is geschreven in de eerste eeuw. En Paulus wist het al. En als ik op deze website even omlaag scroll, heb je er eentje. Of nee, die vind ik niet een heel goed voorbeeld. Even kijken hoor. Ik zoek even naar een voorbeeld uit het Oude Testament. Maar die moeten er ook zijn, toch? Kom op. Nou, ik kan niet echt een voorbeeld vinden. Maar in het Oude Testament moet het ook staan. Er gaat toch ook een of andere profeet, die Elia of zo. Die gaat helemaal niet dood. Die gaat op, weet ik veel, een vurig ros of zo. Gaat hij naar de hemel toe. Die gaat helemaal niet dood. En het is ook zo. Dat wat is, dat gaat niet dood. Hier staat ook een mooie, het Nieuwe Testament dan, hè? En die luidt, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Kijk, wij weten dit al lang, dat er iets is, en dat veroorzaakt dat wat wij noemen de werkelijkheid. Maar het is de werkelijkheid niet. Oh, ik zeg, ja, precies. De werkelijkheid die wij zien is niet de werkelijkheid, maar is een onderdeel van de werkelijkheid. En er is dus een onderdeel van de werkelijkheid wat wij niet kunnen zien. En dan is de vraag, welk deel is het grootste? Het zichtbare deel of het onzichtbare deel? Nou, daar kunnen wij niks over zeggen. Is. Je kan zeggen, het is allebei even groot. Maar het slaat nergens op, want dat kan je niet onderbouwen. Je kan ook zeggen, het niet zichtbare deel is veel groter. Je kan wel zeggen, het niet zichtbare deel ging vooraf aan het zichtbare deel. Want dat staat vast. Het niet zichtbare deel is namelijk, ja, aangetoond dat het er is, omdat het zichtbare deel van de werkelijkheid behoeft een oorzaak. Er moet een oorzaak zijn van het zichtbare deel. Als je dat niet aanneemt, ja, dat kan ook nog. Ja, dan stopt elke discussie. Omdat jouw denkvermogen gebaseerd is op de wet van oorzaak en gevolg. En als je zegt dat er dingen zijn en die hebben geen oorzaak. Die zijn zomaar. Ja, dan doet jouw breinfunctie het niet meer. Dus op een dag doe je je portemonnee open, want je staat bij de markt af te rekenen. En dan kijk je in je portemonnee en dan zit daar ineens 1000 euro in. En dan denk je, oh ja. Oh, 1000 euro. Jojo. En iemand anders die naast je staat, die zegt, jeetje, er zat een hele hoop geld in je portemonnee. Waar komt dat vandaan? Wat is de oorzaak van die hoeveelheid geld in je portemonnee? En jij zegt, oh ja, dat weet ik niet. Maar dat heb ik wel vaker hoor. Dan zit er zomaar geld in mijn portemonnee. En dan is het weer weg. Heb ik ook heel vaak.
ga ik van huis met heel veel geld. En dan kom ik bij de markt en doe ik mijn portemonnee open en dan is het allemaal weg. Dat heb ik ook heel vaak. En dan kom ik weer thuis en dan zit het er weer in. Nou, iemand die dat zegt, die is gek, hè? Daar is iets, die heeft een ernstig trauma opgelopen. Ja, zeg het maar. Een aangeboren hersenletsel of een niet aangeboren hersenletsel. Maar minimaal een niet aangeboren hersenletsel. Want dan ben je gek. Hey, alles heeft een oorzaak. Dus ook alles wat er is. Natuurlijk is dat zo. En omdat de wereld die wij zien samenhang heeft, heeft dat wat ons veroorzaakt ook een samenhang. En daaruit volgt dat dat wat ons veroorzaakt, dat dat een eenheid is. Dat dat één is. Wat weer de onderbouwing is van het eerste gebod van Mozes, wat luidt. Ik ben de Heere uw God. Dat is één, enkelvoud. Niet van, wij zijn de Heeren, uw goden. Nee, ik ben de Heere, uw God. Daarom staat dat zo. In dit besef is er maar één die niet gezien kan worden. En de wereld waarin wij leven, dat is de wereld van velen. Nou, zo is dat, is verder niet erg. Niet in paniek raken. Er is niks aan de hand, man. Hey, op het moment dat jij snapt dat dit werkelijk zo is en dat het hele ernstige consequenties heeft voor wie jij was al die tijd. En wie jij bent nu. En wie jij zal zijn. Op dat moment zal jij zeggen, het, God, heeft mij gevonden. Want jij kan het niet vinden. Want je kan het niet zien, namelijk. Maar het vindt jou. Want God is zo machtig. Want die heeft het universum geschapen. Snap je? Nou, als je dat kan, dan kan je wat. Donald Trump, die kan niet eens een muur laten bouwen. Zelfs dat kan die man niet. En dat is dan de president van het machtigste land ter wereld. En die man die kan niet eens zoiets simpels als een muur neer laten plempen. Die Duitsers die deden daar niet zo moeilijk over hoor in 1945. Die muur die stond daar voordat je Abraham kon spellen. Maar ja, het is kennelijk ander hout, hè, waaruit die Duitsers gesneden zijn. Oost-Duitsers dan weliswaar. Maar... ik maak maar een grapje. Maar Donald Trump is niet zo machtig. Hè? Niet zo machtig als God. Want die kan niet eens een muur bouwen. Ik kan een beetje stomme dingen roepen. Iedereen valt over hem heen. En ik vind het trouwens ook een stom idee. Ik ben al lang blij dat die man die muur niet kan bouwen. Want wat moet ik ermee? Toen Marco Polo, ja, nu heb ik toch over begonnen. Maar toen Marco Polo, die Italiaanse ontdekkingsreiziger, die kwam in China en die zag daar die muur staan. Hè? En die zei, jeetje, tjemig man, wat een muur. En die Chinezen zo een beetje, ja, die schaamde zich voor die muren. Ja, dat was van toen. En toen later hebben wij geleerd hoe wij met die mensen waar wij dan tussen haakjes last van hadden, hoe we met die mensen om moesten gaan.
En toen leerden wij omgaan met die mensen en die mensen leerden omgaan met ons. En toen waren we allemaal vrienden geworden en ja, toen hadden we alleen nog maar last van die muur. Dus in die muur was leuk toen we ruzie hadden. Maar toen de ruzie opgelost was, hadden we alleen maar last van die muur. Ja, en nu staan er nog stukken van die Chinese muur overeind als toeristische attractie. Dat even over muren. Maar terug naar het eeuwige leven. Hè? Kijk, God is almachtig. Die is zo ongelooflijk machtig. En dan kan jij zeggen, ja, maar als hij dan zo machtig is, waarom doet hij dan niet precies wat ik wil? Nou, je bent zijn baas niet, om te beginnen. Maar God doet lekker wat hij zelf zin in heeft. Heeft hij altijd gedaan. En hij heeft jou geschapen. Want daar had hij zin in. En hij heeft mij ook geschapen. Ja, dat is God. En daar kan je het mee eens zijn of niet. Dat maakt niet uit, namelijk. Het interesseert God in die zin geen biet, hoor. Als er iemand is die goed tegen zijn verlies kan, is dat God. Dat komt omdat God overal het beste in is. Dus ook in het begrip tegen je verlies kunnen. Kan die prima tegen. Ten tijde van die zondvloed, hè, met Noah. Dan dacht God ook van, nou ja, wat een puinhoop. Oké, afgelopen ermee. Opruimen, weg ermee. Versuipen die handel. Ja, dat is God. Er waren ook die twee steden, had je, Sodom en Gomorra. Ja, dat beviel God helemaal niet wat die mensen daar deden. Ja, uit die steden heeft hij veranderd in puinhopen. Iedereen dood. Weg ermee. Hey, het is niet wat God wil. Steden zoals Sodom en Gomorra en een wereld zoals in de dagen van Noah. Dat wil God niet. Wat God wil is dat mensen in hem geloven. Dat heeft hij nodig. En als mensen niet in God geloven, ja, dan denken mensen dat ze ontstaan zijn door een toevallige samenloop van atomaire deeltjes. En dan krijg je immorele, amorele toestanden. Dan gaan mannen seks hebben met andere mannen. Dan gaan vrouwen seks hebben met andere vrouwen. En de gezinnen vallen uit elkaar. De bejaarden krijgen niet meer op tijd te eten. En de dieven en de moordenaars die lopen vrij over straat. Want de rechter die heeft vakantie. Kijk, dan breekt de goddeloosheid los. En dat wil God niet. God wil dat wij uit vrije keuze precies doen wat hij wil. En dat moet uit vrije keuze zijn. En waarom dat is, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar vrijheid moet er zijn. Kant heeft dat ook ergens. Kant heeft dat bewezen. Vrijheid moet. Want zonder vrijheid heb je niet die. Bla bla bla. Het bewijs van Kant herken ik niet.
Maar Kant is dan ook diegene, Immanuel Kant, einde van de 18e eeuw, die dus kwam met dat onzichtbare, onmeetbare, ontelbare ding dat alles heeft veroorzaakt. Hij kwam met dat taalkundige bewijs. Ja, die kwam ook met het taalkundige bewijs van het begrip vrijheid. Ik heb het ooit uit mijn hoofd gekend. Het is niet eens zo moeilijk. Als dit waar is, dan is dat waar. En als dat waar is, dan is zus ook waar. En dat gedrieën samen zijn dus waar. En dus is vrijheid noodzakelijk. Ja, en als iets noodzakelijk is, dan moet dat zijn, hè? Dus wij moeten uit vrijheid doen wat God wil. En het eerste wat God van jou wil, is dat je in hem gelooft. En dan zal hij jou vinden. Dan komt hij op je pad. Of jij blijkt op zijn pad te lopen, zo moet je het zeggen. En dan vindt God jou. En dan heb jij het eeuwig leven. Want als God jou gevonden heeft, heb jij het eeuwige leven. Kijk hoor. Ja, dit is dan Johannes, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 17, vers 3. In het Engels. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. En Romeinen, dat is de brief aan de Romeinen van Paulus, hoofdstuk 6, vers 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Oh, wacht eens even. En ik had het net over het Oude Testament. Hè? In het boek Psalmen, Psalm 139. Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way ever lasting. Dus, zoek mij, Heere, Heere, en ken mijn hart. Try me betekent hoe zullen ze dat vertaald hebben in de Statenvertaling? Zullen we even erbij pakken? To try, dat is probeer mij uit of zo, hè? Test mij. Beproef mij misschien wel. Even de microfoon bijstellen. Psalmen. Vijfenzestig. Ja. En dan is dat Psalm 139. Vers 23. Ja, beproef. Haha, ik heb hem goed. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op den eeuwigen weg.
En dat wat werkelijk is, dat is eeuwig. En dat wat jij ziet, is niet eeuwig. Dat is tijdelijk. En voor jou als wezen in een sterfelijk lichaam gaat het om dat besef. En dat besef moet jij hebben. En dat... En dat besef, dat kan jij krijgen op het moment dat God jou gevonden heeft. En dan snap je dat jouw aanwezigheid hier, dat is een tijdelijke rol die jij moet vervullen. Tijdelijk, zolang jouw lichaam het nog doet. Als jouw lichaam klaar is, dan... Ja, dan zit die rol, die functie voor jou, die zit erop. En dan is voor jou dat ploeteren, dat werken, dat is voorbij. Er is niks verdrietigs aan de dood. Aan het menselijk sterven van je lichaam. Dus niks verdrietigs aan. Dat maakt echt geen donder uit. Want jij sterft niet. Tenzij jij niet gevonden bent door God. En dan heb jij je waarschijnlijk helemaal vereenzelvigd met je lichaam. Want ik ben mijn lichaam. Ja, ha, 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 dat ben je helemaal niet. Maar dat krijg je dan. En als jouw lichaam dan sterft, ja, dan breekt bij jou de blinde paniek uit. Want dan denk je dat jij gaat sterven. En dan is jouw lichaam gestorven en dan blijkt dat jij helemaal niet gestorven bent. En dan ben jij vervuld van grote verbazing. Maar niet op een leuke manier. Snap je? Dan krijg jij van, wat? Dus dat wat in de Bijbel staat, dat was al die tijd waar en dat heb ik genegeerd. Nee, dat is leuk. Dat is een leuke binnenkomer. Want als jouw lichaam sterft, dan treed jij elders binnen. Snap je? Dat is het verhaal achter de hemel en de hel. En het eeuwige leven, dat is die mensen niet beschoren. En het maakt niet uit wanneer je tot besef komt. Je kan tot besef komen van dat eeuwige leven als je jong bent. En dat je je hele menselijk levende leven, dat je lichaam het allemaal doet, dat je dat leeft vanuit dat besef. Het kan ook zijn dat je vlak voordat je sterft, dat je beseft dat, dat je vlak voordat je sterft, dat je door God gevonden wordt. En dat je nog maar een heel klein stukje van je levende leven kennis hebt, deelgenoot bent aan het eeuwige leven. Kennis hebt van of deelgenoot bent aan het eeuwige leven. Het is niet zo dat degene die van kindsbeen af al in het eeuwige leven zitten, doordrenkt daarvan zijn, dat die eeuwiger leven dan degene die pas op hoge leeftijd tot het eeuwige leven komen. Want eeuwig is eeuwig. Je kan niet zeggen het ene eeuwige leven duurt langer dan het andere eeuwige leven. Dus allebei eeuwig en het leest leven. En je kan ook zeggen, je bent dan dat ding wat terugvloeit naar de bron. Ik
Kusters die heeft ook zo'n mooie gezegd. Denk ik nu even aan. Even kijken. Oh, hier is een hele mooie. Die zocht ik niet, maar die is wel heel mooi. He that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Ik pak er even de Statenvertaling online erbij. Dus Matthäus 10. Het is snelkiezer. Matthäus 10 en dan 39 was het, hè? Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Ja, dat is hem. Veel, ja, je kan er veel aan uitleggen, hoor. Maar nu even op zoek naar. Kijk, dat was een hele mooie. Die heb ik net gelezen. Heeft er iets te maken met dat je. Ja, oh ja, hij staat bovenaan. Johannes, dus de Evangelie van Johannes, hoofdstuk 10. Vers 28 tot en met 30. A King James Version. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Dat is Jezus aan het woord. Johannes 10. Ja, mooi, hè? Oh, ik moet het even vertalen. En, ja, dan pakken we even de Statenvertaling erbij, hoor. Terug. Johannes. En wat zei ik? 10. Vers 28. Pak ik online erbij. Hè? Die staat hieronder als je die online wil hebben van de Statenvertaling. Kan je zo hieronder klikken. Staat hier in het Nederlands. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. Ja, ja. Maar dat is die geborgenheid, hè? Als jij in het eeuwige leven zit, dus dat je snapt dat er een eenheid is, en die wordt hier genoemd mijn Vader, hè, door Jezus, dat is dus jouw Vader ook. En die heeft jou geschapen. En die heeft zijn enige zoon gestuurd om voor de zonde van zijn kinderen, de kinderen van God,
om voor al die zonden, al die dingen die ze fout zullen gaan doen, te sterven aan het kruis. En dat moest aan het kruis zijn, hè? Vanwege het getal 7, wat het godsgetal is. Want het kruis is gelijk het aantal 7. Dat heb ik uitgelegd in een beschouwing over het getal 7. Of het aantal 7. Moet je even zoeken. Erg goed geworden. Een van mijn betere. Maar dat moest het kruis zijn. En als jij dat beseft, als je dat aanneemt, dat God zijn zoon heeft gestuurd, hem gelijk, om voor jouw zonde te sterven aan het kruis, als je dat accepteert, dan zit je dus in de hand van je vader. Snap je? Dat is geweldig, man. En niemand die jou wat kan doen, hè? De wereld, het universum, al die dingen wat erbij hoort. Dat is het project van één, van de ene, de Vader van Jezus Christus. Daarin leven wij, snap je? En als wij daarin leven, ons eindige leven leven, in het besef van degene die het leven geschapen heeft, van degene die het leven is. Christus heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Nou, de weg en de waarheid, dat zijn eeuwige dingen. Want wat Christus toen bestempelde als de weg, dat is nog steeds de weg. Daar verandert helemaal niks aan. En de waarheid is nog steeds de waarheid. Dat gaat ook nooit veranderen. Snap je? En dat is de rust die jij kan vinden. Zo'n groot geschenk wat je gekregen hebt met het woord wat in de Bijbel staat. Alleen dat woord. Zoals Maarten Luther zei, sola scriptura. Sola betekent alleen. Oh, solo mio. Dat lelijke lied. Dat betekent alleen. Ik alleen. Oh, alleen ik. Maar sola scriptura betekent alleen door het woord. Want in het begin was het woord. En dat woord was bij God. En het woord was God. Ik ga binnenkort ga ik er eentje houden over Hebreeuws. Die wordt leuk, jongen. Straks ga ik beginnen met de voorbereiding van die uitzending. Want ik ben Hebreeuws aan het leren. En Hebreeuws, dat weet je denk ik wel, maar dat is de taal van het Oude Testament. Gisteravond had ik mijn dochter op bezoek. En ik had haar al verteld dat ik met Hebreeuws bezig was. Maar dan vind ik het ook leuk om haar te laten zien dat iemand zoals haar vader, die begint er niet alleen aan, nee, die bijt zich daarin vast, hè. En in het Hebreeuws is de eerste regel van de Bijbel, van Genesis dus, het eerste boek van het Oude Testament en daarvan het eerste hoofdstuk, eerste regel. In den beginne schiep God hemel en aarde. Ja, ik kan hem bijna uitschrijven en begrijpen. En geloof me nou maar, in het Hebreeuws staat daar iets meer dan in het Engels.
Maar goed, daar ga ik even nog op studeren, zodat ik dat voor jullie heel mooi kan gaan samenvatten in een volgende beschouwing. En ik ga nu even terugkeren naar dat eeuwige leven. Wat te maken heeft met die waarheid. Wat te maken heeft met dat woord. En dat eeuwige leven, dat is er in de regel niet voor iedereen die het zo goed gaat. Dus mensen die, je kent ze wel. Maar die mensen, die gaat het heel goed. Die hebben een nieuwe auto of weet ik veel wat. Ze hebben gestemd en dan bleek dat die partij waarop ze gestemd hebben, dat is dan ook de grootste partij geworden. Dus dan zijn ze heel blij. En dan het jaar erop, dan gaan ze weer stemmen en dan stemmen ze weer op die partij. Maar dan verliest die partij een hele hoop zetels en dan zijn ze ineens niet meer blij. Want blauw heeft verloren of zo. Mensen stemmen op een kleur tegenwoordig, hè? Ja, daarom, ik stem niet meer op blauw. Want iedere keer als je blauw stemt, dan sta je in de kou. Dus ik stem tegenwoordig op rood of op groen. Ik denk dat de kleuren rood en groen, die gaan het in de toekomst doen. En daar ga ik op stemmen. Nou, ik kan je vertellen, die mensen die smaken het eeuwige leven niet. Die zijn daar niet mee bezig. Maar de mensen die alles kwijt zijn geraakt. Die. De mensen die, die bemind hebben en verloren hebben. De mensen die gegeven hebben en kwijt zijn geraakt. De mensen die geofferd hebben en met lege handen staan. Die mensen. Dat zijn de kanshebbers. Houd het goed in de gaten. Want het alternatief, dus buiten het eeuwige leven, het alternatief dat is het niet eeuwige leven. Het leven wat zal eindigen, gegarandeerd. Dat einde is niet leuk. Het leven is, het niet eeuwige leven, het biedt niet genoeg voldoening. En het einde is niet leuk. Voorwaar, ik zeg u. Nou, dat is een hele mooie, hè? Over het grootste geschenk wat er is, namelijk het eeuwige leven. En tegen jullie kanshebbers, zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag schattenbouten.